Geachte dames en heren, u heeft allemaal de plaats in kunnen nemen. Van harte welkom, raadscommissie, college, meneer Goeree van het directieteam. Publieke tribune, van harte welkom. Pestribune, van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan meneer Wim Schrijver. Hij zal vandaag voor de laatste keer op de pestribune plaatsnemen. Onze griffier heeft vernomen dat zijn vrouw het nu wel genoeg vindt, omdat hij volgende week 70 wordt. Vandaar dit speciale welkom. Een fijne avond voor u gewenst. En daarmee heb ik de opening gehad. We hebben geen afwezigen, tenminste niet voor zo. Nee, we zijn compleet. En daarmee heb ik agenda punt 1 de opening gehad. En wil ik overgaan naar het spreekrecht voor burgers. Mevrouw Van Oenen zal inspreken over het vierde verzamelplan van het buitengebied. En dat gaat over de Amtshalve, dat vind ik zo'n moeilijk woord, Amtshalve aanpassing, Veldweg 18a. U mag achter het spreekgestoel plaatsnemen en op het knopje drukken, dan bent u in beeld. U krijgt van ons 5 minuten maximaal. En ik zal, als het lang duurt, nog even aangeven wanneer de 5 minuten bijna bereikt zijn. En als u na afloop even wilt blijven staan, dan kunt u, kan de raadscommissie zo nodig nog vragen aan u stellen. Succes. Ga uw gang. Ik heb hem er even opgeschreven, maar anders ben ik bang dat ik er niet meer uitkom. Maar in 2010 hebben wij ons grote bedrijf verkocht en het kleine bedrijf behouden. Onze makelaar heeft voor de verkoop bij de gemeente geïnformeerd als er hier nog enige gevolgen aan zaten. En bij de gemeente gaven ze toen aan dat dit een ingewikkelde zaak was, aangezien het eigenlijk 2 afzonderlijke bedrijven waren. Ze liggen meer dan 600 meter uit elkaar en ze hebben elk een afzonderlijk huis. Alles is gescheiden. Niets voldoet aan artikel 3 bestemmingsplan buitengebied. Omdat wij het bedrijf binnen 14 dagen hebben verkocht, is de makelaar maar weer met dezelfde vraag naar de gemeente gegaan, omdat hij nog steeds geen antwoord had gekregen en hij de zaken goed geregeld wou hebben. Toen kwam Marina Stel met het verhaal dat ze vond dat ze niet zomaar 2 afzonderlijke bedrijven kon zien, alleen als het kleine bedrijf bevroren zou worden, had ze er vrede mee. Na een boel heen en weer gezeur en om de verkoop geen vertraging op te laten lopen door juridisch heen en weer getrek, hebben wij uiteindelijk ingestemd. We hebben toen de brief, die door de gemeente is opgesteld, ondertekend. In 2015 komt in een gesprek met wethouder Griekelaar naar voren dat ons bedrijf niet meer is bevroren en het weer een gewoon agrarisch bedrijf, als een gewoon agrarisch bedrijf wordt gezien. Dit was in het bestemmingsplan buitengebied 2013 weer naar normaal teruggebracht. In 2017 waren wij voor een ander perceel bij bouw- en woningtoezicht en hebben toen ook eens nagevraagd als het perceel van 18a weer als een normaal agrarisch bedrijf wordt gezien. Volgens Jeroen Vlentgen was het weer een normaal bedrijf. Het was destijds ook op de hoogte van de bevriezingen en we vroegen hem dan ook waarom het nu wel weer als normaal bedrijf mocht zijn. Volgens hem kwam dat omdat het in een actief agrarisch gebied lag. Op 8 mei 2017 komen we voor een gesprek bij wethouder Agricola en Marina Stel over het perceel Welsemerweg 55, waarom daar zonder mededelen de agrarische bestemming eraf was gehaald en het bouwblok zwaar verkleind. Hierbij kwam Veldweg 18a ook ter sprake, dat eerst was bevroren en nu dus weer gewijzigd naar een normaal bedrijf. Wethouder Agricola bevestigde dit, maar Marina Stel zei niets. Tot op 27 februari 2018 wij een brief kregen van Marina Stel dat er een fout was gemaakt en deze weer terug werd gedraaid. Het bedrijf zou weer worden bevroren. Dit kwam voor ons wel heel raar en hard over. Toen wij bij haar zaten, zei ze niks en nu zo ineens die brief. Ik heb haar hierover opgebeld waarom ze dit deed en, waarom ze toen niets heeft gezegd. Waarop zij antwoordde dat zij volledig in haar juridisch recht stond en dat ze alles op alles zou zetten om het terug te draaien. Niemand die in al die tijd aangegeven heeft dat iets mis is gegaan, en de hele raad heeft hier akkoord voor gegeven. De wethouder die heeft het zelfs medegedeeld en de bouw- en woningtoezicht stonden er heel raar van te kijken. Behalve Marina Stel dan. En wij vinden dat het nu al met al 5 jaar heeft onbevroren geweest en nu gaat het weer terug. Ik had er nog een stukje van, ik kan het toevoegen bij de griffier, van wat jullie reactie was en de antwoorden erop. Daar zitten ook weer veel fouten in. Ik vind het erg jammer. Dank u wel, mevrouw Van Oenen. Ik hecht eraan om te zeggen dat mevrouw Stel geen brieven stuurt, maar dat het college dat doet.
voor u, dat is voor de beeldvorming even om het correct weer te geven. Zijn er vragen naar aanleiding van het inspreken van mevrouw Van Oenen bij de commissie? Ik kijk rond. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Ja, ik wil een vraag stellen. Misschien wel lastig, maar vindt u dat het gemeente verplicht is om het weer om te draaien? Of is dat echt maar een wens die... u wenst het natuurlijk, maar ziet u daar een juridische verplichting? Kunt u dat... Ik vind... ze hebben de mogelijkheid... Het was in 2010 hebben we het verkocht. Toen is die brief ook opgesteld. Die brief hebben we ondertekend. In 2011 is het meegenomen. En in 2013 is een nieuw bestemmingsplan of buitengebied weer opgesteld. Daar zit al zoveel tijd weer tussen. In 2013 is het er weer afgehaald. Dus in principe, zij hadden toen ook aan weer terug kunnen kijken van, nou, zit er een fout in, zit er niet een fout in? Niemand heeft iets aangegeven. De hele raad, iedereen heeft het gewoon weer voor akkoord verklaard, dat het in principe gewoon weer, ja, onbevroren is. Daar hebben heel veel mensen overheen gekeken, maar niemand heeft wat gezegd. Ik neem aan dat u uw inspraak bij de G4 ook op papier afgeeft. Ik had graag het andere stukje van de reactie van het gemeente willen zeggen van over die vierkante meters, die bouwblok. En er wordt ook in het stukje aangegeven dat Veldweg 18a niet het hoofdzijnde is. Zeg maar, daar wordt ze niet als zelfstandig agrarisch bedrijf beschouwd. Maar dat is een bedrijf van 1967 en een 9a is in 2000 gebouwd. Dus dat is al iets wat niet klopt. En er staat bij dat het samen een bouwblok van een hectare had. Nou, 9a was al 1,5 hectare bebouwd in die tijd. Dus samen hadden ze al ruimschoots meer dan een hectare. Het waren twee compleet verschillende bedrijven. Zijn het nog steeds? Niemand die het ook begrijpt. Het is ik onderbreek even, mevrouw Van Oenen. Meneer Jutte, heeft u een vraag gesteld of het op het raadsinformatiesysteem kan komen? Als u bij de griffier uw inbreng kunt inleveren, dan kan het nagelezen worden en zo nodig nagetrokken voor zover daar behoefte is bij de commissie. Zijn er nog meer vragen in de raadscommissie? Meneer Schrijver. Ja, dank voor uw toelichting. Wij krijgen erg veel leesmateriaal, maar ik heb met name dit bestemmingsplan van A tot Z gelezen. En in de toelichting bij het raadsvoorstel, daar staat een zin. En ik zou u willen vragen, is deze zin correct, ja of nee? Er staat in, bij de Veldweg 18a, zienswijze 1, op verzoek van initiatiefnemers is dit agrarische bouwperceel in 2011 bevroren, zodat een ander agrarisch bouwperceel uitbreidingsruimte hield. Is deze zin dan correct, zoals wij hem nu hebben gekregen? Nou, eigenlijk is die zin in principe niet correct, want... Het is nooit de bedoeling geweest dat wij dat wouden, maar om juridisch geheister te voorkomen en de verkoop door te laten gaan, hebben we maar gezegd, nou Marina, je krijgt je zin. Want wij hadden eigenlijk alleen maar contact met Marina erover en bouw- en woningtoezicht. En dat was toen de tijd de heer Smit. Maar dat was eigenlijk meer onder druk. Ja, voldoende antwoord. Voorzitter. Meneer Kouwen. Ja, even een aanvullende vraag aan mevrouw. Bedankt voor het inspreken. Is de situatie zoals die nu voorligt dat die weer teruggedraaid wil worden, is dat dan wel naar de situatie zoals die toen in 2010, 2011 is gecreëerd met die briefwisseling, zeg maar, of met dat akkoord? Is dat wel weer de situatie die nu voorligt? Is in al die jaren is er ook niks veranderd. Ook toen wij wisten van dat we weer mochten bouwen en het gewoon een agrarisch perceel was, hebben wij niks gebouwd en niks veranderd. En we hebben daar in principe ook niet de bedoeling mee om daar een groot agrarisch bedrijf of zo neer te gaan zetten. Maar gewoon weer dat het een normaal agrarisch bedrijf is. Zou je er überhaupt een keer een kapschuur bij willen zetten, dan zou dat een mogelijkheid zijn. Want we hebben nu al onze trekkers ergens anders gesteld. Want die ruimte is er gewoon niet. Dat zijn dus eigenlijk een ding. Het is niet om een mega iets te bouwen daar. Daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om het principe. Heeft u antwoord gekregen op uw vraag, meneer Kouwen? Ja, voldoende. Nog meer vragen in de raadscommissie? Hartelijk dank voor uw... Oh, neem me niet kwalijk. Meneer Veldman, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor mij ook een vraag. Levert deze aanpassing in bestemmingsplan ook tot problemen in de bedrijfsvoering? Als we het weer terugdraaien? Ja. Nou... Het agrarische bedrijf kan in principe wel doorgaan, maar het is altijd heel lastig van, we hebben nu een aparte schuur en verderop staan, waar we elke keer de maaiers, de trekkers en al dat soort dingen weer heen en weer moeten halen. Je hebt het niet bij huis. Het is gewoon niet praktisch. Kijk, en als daar in de toekomst een keer wat aan kan veranderen, dan is dat gewoon makkelijk. Maar het is niet de bedoeling
althans zoals wij het nu hebben, om daar een megabedrijf of zo neer te gaan zetten. Dat is onze bedoeling daar helemaal niet van. Voldoende, meneer Veldman. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Oenen, voor het inspreken en de beantwoording van de vragen die er nog waren. Daarmee voldoende het spreekrecht burgers behandeld. En als u de informatie naar de griffier stuurt of straks even overhandigt, dan kunnen we het nalezen. Doei. Want het ging heel snel natuurlijk. Dank u wel. Daarmee heb ik agenda punt 2, spreekrecht burgers, afgerond. En wil ik naar het vaststellen van de agenda. Zijn er wijzigingen of aanvullingen? Dan stel ik de agenda vast zoals voorgesteld. Overgaan naar agenda punt 4, het vierde verzamelplan buitengebied. Aan de raad wordt gevraagd om het vierde verzamelplan vast te stellen voor herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Het zijn 12 ontwikkelingen, 1 projectafwijkingsbesluit, 6 kleinere ambtshalve aanpassingen en 4 aanpassingen van de regels van het bestemmingsplan. Voorafgaand aan de beraadslagingen meld ik dat de heren Kouwen en Ruitenberg allebei een persoonlijk belang hebben bij de vaststelling van het verzamelplan. Het gaat om de ambtshalve aanpassingen Oosteinde 7070A en Hessenweg 8. Met de raadsvoorzitter en griffier is afgesproken dat beide raadsleden zich onthouden van de beraadslagingen waar het gaat om hun percelen. Zij stemmen in de raadsvergadering uiteindelijk wel mee. Aan de raad wordt voorgesteld het verzamelplan vast te stellen. En ik wil u vragen om duidelijk aan te geven als uw fractie met 1 van de wijzigingen niet eens is. Want als het nodig is, dan kan er wat uitgehaald worden. Maar de tijdswinst voor de aanvrager is weg als het verzamelplan wordt afgekeurd in de volle omvang. Dat even als achtergrond bij de vraag om aan te geven waarmee u eventueel niet akkoord zou gaan. Ik wil in 2 ronden behandelen. Ik wil graag eerst de vragen horen, zodat de wethouder daar zo mogelijk op kan antwoorden. En daarna hoor ik graag uw opinie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Die gaan over die motocrossbaan. Eerst is even een stukje nieuwsgierigheid. U geeft aan dat de bezwaren zijn ingediend, dat het net te laat was. Kunt u misschien wel aangeven waar die zienswijze dan over ging? Is dat aan te geven? Mag dat? Weet ik niet hoor, maar is gewoon even een vraag. En er wordt ook gesproken over een bijeenkomst met de omwonenden. Is die al geweest? En zo ja, wat is het resultaat daarvan? Dank u wel, meneer Veldhuis. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Meneer Veldman, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 vragen. En het gaat over een aantal aanpassingen. Passen er nieuwe invullingen in visie platteland? En dan gaat het over de caravanstalling en groepsaccommodatie die ik voorbij zie komen. De percelen weet ik niet precies uit mijn hoofd. Worden er nieuw te plaatsen woningen die vanuit agrarisch naar wonen gaan? Worden dat ook gasloos? En zit het transportbedrijf waar het over gaat qua bedrijfsomvang aan een max? Is de vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldman. Verder geef meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel. Ik sluit me aan bij de VVD over de vraag ten aanzien van de motocross-terrein. Ik vond het goed dat wel te lezen dat het wel behandeld wordt op informele wijze. Tweede vraag is dat plan aan de landweg in Lemelenveld dat voorziet in 4 compensatiewoningen. Het viel ons op dat in de stukken niet benoemd wordt dat in strijd is met de nieuwe beleidsregels voor het buitengebied, zoals die gelden sinds december jongstleden. En daarin staat dat maximaal 3 compensatiewoningen mogen worden gebouwd. Klopt het dat de planvorming voor deze locatie gestart is voordat de regels in deze raad werden aangepast? En is het daarom op deze manier ingebracht? Dank u wel, meneer Kouwen. Zijn er verder nog vragen? Meneer Schrijver, D66. Ja, ik sluit me aan bij de vraag van de ChristenUnie met betrekking tot het gasloos bouwen van compensatiewoningen. Misschien ook goed om na te denken over de positionering ervan, zodat optimaal zonnepanelen toegepast kunnen worden. Maar in het tweede stuk, ik moet even kijken,
Dat heet het verzamelplan buitengebied overzicht van opgenomen wijzigingen en plannen. Er staat op pagina 13 een aanpassing van de regels aan huisverbonden beroep. Het komt er in het kort op neer dat de regels voor het uitoefenen van een aan huisverbonden beroep altijd in een gebouw moeten plaatsvinden. En mijn vraag is, zijn hier problemen over ontstaan? Of hebben we deze beperkende regel nodig om een probleem te voorkomen? En zijn er dan misschien ook voorbeelden van die problemen? Op pagina 14 er staat iets over het begrip agrarisch aanverwante nevenfunctie is opgenomen in verband met de verruiming van de afwijkingsbevoegdheid voor nevenactiviteiten. En klopt het dat we hier dan juist minder regels nastreven? En vervolgens wordt er een artikel 3 agrarisch glastuinbouw en agrarisch met waarden en dan nevenfuncties bij agrarische bedrijven. Een hele passage gewijd aan allerlei regels die er verbonden zijn aan de be- en verwerking van agrarische producten. Voorbeelden zijn kaas, imkerij, riet- en vlechtwerk, klompen, etc. En de indruk die ik krijg is dat de afwijkingsbevoegdheid van het college ook andere nevenfuncties kan toestaan die dan weer ondergeschikt moeten zijn aan het agrarische bedrijf. En de eis van ondergeschiktheid aan het agrarische bedrijf, tenminste zo wekt de tekst de indruk, die beperkt eerder kleine agrariërs dan grote. Ook als die kleine agrariër op een voor recreatie uitstekende locatie zit. Agrarische producten, be- en verwerking, vallen kennelijk niet onder de agrarische bestemming. En mijn vraag is, valt hier niet iets te dereguleren? Want het lijkt op onnodig belemmeren van ondernemers met streekproducten. Dank u wel, meneer Schrijver. Klonk me wel heel technisch in de oren. Misschien dat u de volgende keer technische vragen kunt stellen voor de vergadering aan het ambtelijke apparaat. En daarvoor zit mevrouw Klink van harte welkom. Die kan u daarin ook wat meer uitleg geven. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen eigenlijk. De communicatie bij de motocrossclub en de omwonenden. Is het zo duidelijk voor hun geweest wanneer ze die zienswijze moesten indienen? Ze zijn nu te laat, maar dat is goed gecommuniceerd met iedereen. En daarna hoor ik ook graag een reactie op de inspraak van de Veldweg. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu verlopen is. En het gaat wel heel complex worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Ik wil het woord geven aan meneer Schuurman. Die is nog even aan het... Meneer Schuurman, wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even wat rugspraak houden over een technische vraag waar ik toch graag antwoorden probeer te geven. Ik zal proberen de vragen te beantwoorden en mochten er dan nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. De crossbaan. Vraag van de VVD en meerdere fracties. Klopt, de zienswijze is te laat ingeleverd. Het inleveren van een zienswijze gaat zoals bij alle plannen. Dus iedereen kan daarvan op de hoogte worden gebracht. En helaas gebeurt het bij iedereen een keer dat men het niet ziet. De inhoud daarvan hebben we wel verwerkt in het geheel. Alleen ja, er is geen rekening mee gehouden omdat hij te laat is binnengekomen, maar u kunt er natuurlijk wel rekening mee houden in uw beraadslagingen. Er is een bijeenkomst geweest met omwonenden. Die hebben we in mijn beleving vorige week of die week ervoor gehad. We hebben daar gesproken met de omwonenden en de problematiek aangehoord en aangegeven dat we van daaruit ook in gesprek gaan met de motorclub, met de vereniging. Het doel is nu om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren om te kijken van hoe we bij elkaar kunnen komen. Die afspraak moet nog gepland worden. Maar in de tussenliggende periode zijn er dus al een afspraak geweest met omwonenden en een afspraak met de motorclub. En de volgende afspraak moet dus nog. Vraag van de ChristenUnie of het in overeenstemming is met het beleid wat er is. Ja, we hebben vastgesteld dat agrarische bedrijven een nevenfunctie mogen hebben.
En wij zijn alle onderdelen die nu in het verzamelplan staan, die hebben deze toetsen doorstaan en liggen dan daarom dus ook bij u ter beoordeling. Het gaslozen, dan moet je even denken, dan moet je alle percelen door. En ik heb net ook even kort gesloten, maar wij zijn van mening dat waar mogelijk dit is gedaan. Maar of ze allemaal zijn geweest, ik heb dat niet als eerste punt, als criterium zelf nog een keer nagekeken. Dus ik wil daar graag even op terugkomen en dat laten zien waar dat is geweest. U heeft een vraag gesteld over het transportbedrijf. Dat is eigenlijk het vaststellen van een bedrijf wat er al is, wat gewoon binnen de vergunning werkt op dit ogenblik. En het is het formaliseren wat er gebeurt. Het is geen uitbreiding. Dus daarin is dat dus de beperking. CDA stelt de vraag over de compensatiewoningen in Lemelenveld. En u heeft gelijk. In december hebben we vastgesteld dat er 3 woningen gebouwd mochten worden. En dit is van voor december. En op dat ogenblik was die beperking er nog niet. Aan de andere kant, we vinden het wel een goede zaak wat daar heeft plaatsgevonden. D66 stelt de vraag over het gasloze bouwen. En u heeft gelijk. De regels zijn ingesteld om problemen te voorkomen. Dus we proberen daarmee duidelijkheid te creëren en te voorkomen dat er problemen ontstaan. En ja, u heeft nog een keer gelijk. De regels zijn opgesteld om minder regels te creëren. Om een en ander eenvoudiger te maken voor onze inwoners. U geeft aan of het ook een beperking is voor kleinere agrariërs. Dat zou je zo kunnen stellen. Aan de andere kant, een minicamping mag altijd. En daarin mag je dus een aantal plaatsen creëren. En daar zit dus wel een gedachte bij. Een huis verbonden beroep heeft u nog aangegeven. En daar, dat is ook het voorkomen van problemen. Dus dat, de heer Jutten, gemeentebelangen. Geeft nog aan of de manier van communiceren duidelijk is geweest. Ja, naar onze mening wel. Het kan altijd beter communiceren en informatie geven aan onze inwoners. Het wordt steeds lastiger omdat iedereen op zijn eigen manier informatie inwint. En er heel veel informatie op ons afkomt. Maar we hebben de regels gevolgd die we met elkaar hebben afgesproken. En de gesprekken die we hebben zijn constructief, maar de uitkomsten weet ik nog niet. Voorzitter, mag ik daar een vraag achter stellen? Meneer Jutten. Die gesprekken die nog volgen, zijn die binnenkort en krijgen we voor de raadsvergadering eventueel nog daar verslag van? Of heeft dat geen invloed meer op de raadsvergadering? In verband met een vakantie gaat dat niet lukken. Niet mijn vakantie, maar vakantie van iemand anders. En zal dus niet voor de raadsvergadering ingepland gaan worden. De zienswijze, de inhoud, houdt ook rekening met het plaatsen van het schuurtje. Aan de andere kant, de containers die er nu staan, die worden weggehaald. Dus het is niet een uitbreiding, het is een vervanging. En de gesprekken gaan ook over de overlast die wordt ervaren rond het terrein en op het terrein, het geluid en dat soort zaken. Dus heeft niet echt direct invloed op de opstal die geplaatst gaat worden. Men geeft wel aan dat als er één keer geplaatst wordt, dat het ook een stuk duidelijkheid of een stuk meer waarde creëert voor de motorclub en meer vastigheid. Dus het haakt iets, maar de gesprekken gaan voornamelijk over de activiteiten die er plaatsvinden op en rond het terrein. En over de veldweg? Is er nog een vraag gesteld? Er wordt even overlegd achter de schermen. Um,
De vraag is over de Veldweg. Ja, de brief die men, waar men naar refereert, heb ik net ook gehoord dat die er is. Ik weet alleen niet exact welke brief er is, want er is wel heel wat communicatie over geweest. We hebben hier een aantal keren over gesproken. Maar dan wil ik eerst weten over welke brief dit gaat en welke fout daarin zit. Want ik kan mij zo niet heugen welke brief dit is geweest. Dus ik kom daar naar aanleiding van het inleveren van de stukken, kom ik daar voor de raadsvergadering op terug. Wordt het dan meegenomen in de beraadslagingen, denkt u, als u voor de raadsvergadering ons informeert? Als de informatie zo snel mogelijk wordt aangeleverd, dan zal ik proberen om daar een zo spoedig mogelijk reactie op te geven, zodat het meegenomen kan worden in de raadslagingen. Waarvan akte, we gaan het proberen mee te nemen, hoor ik u zeggen. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de beantwoording? Meneer Veldman, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag over het transportbedrijf. Ik begrijp dat de bestaande situatie wordt geformaliseerd. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over, zit er nog binnen hun huidige vergunning nog mogelijkheid om uit te breiden? Dus dat ze op dit moment, ik noem maar wat, 4 vrachtwagens, maar mogen ze er wel 6 of 7 of meer... Dit lijkt me ook een vraag die ik naar wil kijken, maar geven we ook zo spoedig mogelijk antwoord op, want ik moet het gokken en dat lijkt me niet goed op deze plek. Dit is niet de plek om te gokken. Verder nog, naar aanleiding van de beantwoording, meneer Veldhuis, VVD. Ja, ik heb even een vraag over hoe we dit dan verder gaan aanvliegen, want ik hoor de wethouder zeggen dat hij dat gaat proberen om op tijd die antwoorden te hebben, zowel over de Veldweg als over het transportbedrijf. Is het dan niet beter om die twee eruit te halen? Want u gaf dat aan in het begin van dit agendapunt, dat we misschien punten waar nog discussies over zijn, om die eruit te halen. Het is geen discussie, maar het werden technische vragen waarop nu geen antwoord gegeven kan worden. Maar we hebben geen zekerheid dat we die hebben op het moment dat die in de raad komt. De wethouder heeft toegezegd dat hij ervoor zorgt dat de technische beantwoording er is voordat wij de beraadslagingen hebben. En daar gaan wij van uit. Met de aanvulling dat de inspreker de stukken dan ook op tijd moet aanleveren, zodat wij de brief kunnen beoordelen. En ik geloof dat ze al opstaat om het dossier te overhandigen. Dus dat komt goed. Meneer Schuurman. En ik zie mevrouw Van Hoenen bladeren. Dus daar maak ik mij geen zorgen over dat de informatie op tijd bij u is. Naar aanleiding van de beantwoording geen verdere vragen, begrijp ik. Dan wil ik graag uw opinie over het 4e verzamelplan buitengebied. Wie kan ik het eerst het woord geven? Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook het 4e verzamelplan bevat weer allerlei ontwikkelingen door de hele gemeente. En vanwege het over het algemeen kleinschalige karakter van deze plannen en duidelijke overeenkomsten is het verzamelplan in onze ogen nog steeds een efficiënte manier om deze plannen gezamenlijk in procedure te brengen. Het scheelt inzet en daarmee kosten. Belangrijker. Over een tweetal plannen heb ik een vraag gesteld ten aanzien van de te laat ingebrachte zienswijze van het motocross-terrein. Vindt onze fractie het een goede werkwijze om deze informeel dus wel te behandelen en goed dat er een gesprekken hebben plaatsgevonden. Want formeel gelden er termijnen, maar daarbuiten moet er gewoon ruimte voor zijn. Wie weet bieden de aanpassingen aan de Hessenweg trouwens letterlijk ruimte om de problemen op deze locatie op te lossen. He, misschien daar is de suggestie om daarnaar te kijken te zijner tijd. En ten aanzien van het plan aan de landweg in Leemleveld vonden we de onderbouwing aan de magere kant, zoals ik aangaf. Als het gaat om de toetsing aan ons eigen beleid. Deze raad heeft in december de beleidsregels aangepast en daarbinnen zou het plan niet passen. Want daar aangeef ik maximaal 3 compensatiewoningen. Maar de CDA-fractie vindt het begrijpelijk dat het plan doorgaat omdat het voor deze aanpassing van de regels is opgestart. En dat we de spelregels ondertussen niet willen veranderen. Bovendien gelden er verzachte omstandigheden omdat het plan direct aan de bebouwde kom grenst en landschappelijk goed wordt ingepast. En daarmee bijdraagt, zoals de wethouder ook aangaf, aan een mooiere omgeving. En dat is voor mij de kern van het beleid. Ten aanzien van de Veldweg en ook de Poppenallee wachten we verdere informatie af. En dat horen we dan graag bij de raadsvergadering. En voor zover de overige plannen kunnen we voor nu alvast instemmen. En kijken we alvast uit naar het 5e verzamelplan. Want we begrepen dat daar ook veel belangstelling voor is. Dus
Succes daarmee. Dank u wel, meneer Cowen. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het ons voorliggende vierde verzamelplan bestemmingsplan buitengebied. Een helder overzicht van initiatieven die wat ons betreft over het algemeen flink bijdragen aan het versterken van de ruimtekwaliteit van ons buitengebied. Wel vinden wij het enigszins betreurenswaardig dat er in één geval een gemeentelijke fout tot onduidelijkheid bij inwoners heeft geleid, want dat kunnen we in ieder geval wel stellen. En we willen ons als fractie, zeker gezien we nog wat informatie krijgen, hebben we net gehoord, hier in ieder geval nog wat verder in verdiepen voordat we daar specifiek uitspraken over doen. Dus die nemen we mee en hetzelfde geldt voor de andere gevallen. Eentje waar ik wat specifieker op in wil gaan, en dat is ook al door het CDA ingebracht, dat is het plan met de vier woningen aan de Landweg te Lemmerdenveld. Want wij blijven wat zorgen houden bij onze rood voor rood compensaties. Als we naar dit plan kijken en we tellen op, dan komen er 7 woningen bij in ons buitengebied. Ook nog wat extra schuurtjes en wat bijbouwen, zou ik maar even zeggen. En als je dat nou wegstreept tegenover wat er weggaat, is erg de vraag of dat is wat we eigenlijk met ons beleid beoogd hebben. Nou hebben we, en dat werd terecht door de CDA-fractie natuurlijk aangegeven, ons beleid al enigszins bijgepunt op dit. Waarschijnlijk gaat het ook niet meer in deze mate voorkomen in het vervolg. Maar wij willen er wel scherp op blijven. En we willen ook blijven kijken of dit het precies terugbouwen op dezelfde plek van woning, of dat altijd gewenst is. En het kan ook zo zijn dat je naar een beleid toe gaat waarbij je vaker zegt, nou, misschien past het qua vierkante meters dat er 3 woningen terugkomen, maar misschien zetten we die ergens anders neer. Ik noem maar iets, in de Oosterdalfse of waar dan ook. He, dus met verhandelbare rechten, et cetera. Maar in ieder geval, het doel, en dat wilden we nog wel even hier markeren, moet altijd voorop staan. Dat is het ontstenen van het buitengebied. Dat hebben we onszelf altijd gesteld. En dat moeten we ook elke keer scherp blijven houden. En zeker, dat vind ik dan er zitten heel veel voordelen aan een verzamelplan. Maar het gevaar van een verzamelplan is een beetje dat je krijgt die een aantal keer per jaar langs. En dan gaan ze er in één keer doorheen, zeg ik maar even. En als je dan aan het einde van het jaar optelt wat het nou opgeleverd heeft, dan is het een flink volume. En dat hebben we natuurlijk met elkaar vorig jaar ook gezien. En daarom is het beleid bijgesteld. Dus ik ben benieuwd hoe het nieuwe beleid daarop haar effect gaat hebben. Wij hebben nog een aantal bespreekpunten, dus die zullen we terugnemen naar de fractie. Maar over het algemeen prima plannen. Dank u wel. Nog even horen welke bespreekpunten u even in beraad neemt. Dat is de Veldweg, neem ik aan. Dat is de Veldweg, dat is de motocross. En de Poppenallee. En de Poppenallee, ja. De vrachtwagen. Dat vond ik ook een terechte vraag. Wat is het groeiperspectief van het transportbedrijf daar? Dat is eigenlijk de vraag wat onze fractie betreft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boeren. Meneer Veldman, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Vierde verzamelplan buitengebied. Het is goed dat er veel ontziende gebouwen worden verwijderd. En hopen dat deze aanpassingen zorgen voor een leefbaar platteland. Over het algemeen zijn wij positief over wat voor ons ligt. Behalve wat net ook is genoemd, Veldweg, Poppenallee. Daar zien we de informatie nog graag voor komen. Maar verder zijn wij blij met wat voor ons ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldman. Ik had hem nog aanstaan. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. U hebt al mijn vragen wel gehoord waar onze problemen eigenlijk een beetje lagen. Met het antwoord op de motocrossclub kan ik wel mee leven. Ik geloof best dat het in een goede harmonie daar opgelost kan worden, omdat het in principe mooier wordt op het terrein. En het gaat nu niet om geluidsoverlast of iets dergelijks. Het gaat nu om dat gebouwtje wat ze neer willen zetten. En daar wordt de boel omheen opgeruimd. De containers gaan weg, dus ik denk dat het alleen maar beter wordt. Wat meneer Broer net zei over de ontstening in het buitengebied, ik denk dat er meer ontsteend wordt dan versteend wordt. Omdat er heel veel oude, verschrikkelijk oude panden gesloopt worden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Alleen de Veldweg zit me op dit moment nog even dwars en we wachten nog graag op de extra documentatie die nog naar ons toe komt om daar in de raadsvergadering op terug te komen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Is ik nog D66, VVD, meneer Veldhuis. Ja, dank u, voorzitter. Ook namens ons dank voor het vierde verzamelplan. Het is handig om het op deze manier inderdaad te doen. Ook als fractie zijn we tevreden over hoe het college de te laat ingediende zienswijze alsnog meeneemt. Ten aanzien van de motocrossclub. Wel is het zo dat wij eerst nog even antwoord willen zien ten aanzien van de Veldweg en het transportbedrijf. Dus ik neem het ook nog even mee terug naar de fractie. Voor wat betreft de andere punten, akkoord. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Schrijver, D66.
Ja, hartelijk dank voor deze bestemmingsplanwijziging, collectieve bestemmingsplanwijziging. Veel plannen van actieve mensen in Dalfsen. Het lijkt een efficiënte en effectieve manier van collectieve bestemmingsplanwijziging. Positief is ook dat veel landschapsontsierende bebouwing wordt opgeruimd, verpaupering wordt voorkomen. Het lijkt ook een goed gebruik van vervangende bestemmingen, onder andere wonen. Jammer dat er ook wel eens wat mis lijkt te gaan die tot onduidelijkheid heeft geleid. Daarvan wachten we nader informatie af. Veldweg en motocross en transportbedrijf willen we graag nog in ons fractieoverleg nader bespreken. Wat betreft de landweg heb ik juist de indruk dat het ook redelijk dicht bij de bebouwde kom ligt. Die zou zelfs nog wel eens die kant op kunnen groeien op termijn. En verder wil ik niet ingaan op individuele situaties. We vinden het goed wat we in deze bestemmingsplanwijziging zien. En houden alleen even die drie genoemde situaties aan voor nader overleg. Dank u wel, meneer Schrijver. Verder nog iemand? Naar aanleiding van de inbreng van andere fracties? Nee. Meneer Schuurman, ik heb u een aantal toezeggingen horen doen. Dan zoeken we ze er altijd even bij. U gaat op het raadsinformatiesysteem ons informeren over het overzicht gaslozen. Het gaslozen, het lozen van gas, nee. Het gasloos bouwen. En dan met name bij de overgang agrarisch wonen. En een toezegging over het maximaal aantal vrachtwagens op een allee, het transportbedrijf. En Veldweg 14, informatie naar aanleiding van de inspraakreactie zoals die vanavond is gegeven. En ik hoorde meerdere fracties zeggen, we beraden ons nog over de ontwikkelingen rondom de motocrossterrein. Daar zal geen nadere informatie meer van komen, begrijp ik, hè? Dus dat is even aan u ter informatie, zodat u weet dat u daar geen informatie over ontvangen zal. Ik concludeer dat het als bespreekstuk naar de raadsvergadering zal worden geleid en dat er dus nog wat informatie het liefst zo snel mogelijk naar de raad toekomt. Mevrouw Klink, dank u wel voor uw ambtelijke ondersteuning bij het vierde verzamelplan. Ter plekke worden de brieven overhandigd. Ik schors even voor enkele momenten. Dank u wel, mevrouw Van Oenen. Informatie is binnen. Meneer Schuurman kan zijn paard. Ik wil graag naar agenda punt 5. Eerste bestuursrapportage 2018. Aangeschoven is mevrouw, en dan moet ik het goed zeggen, mevrouw Van de Hoek. Ja, van harte welkom voor de ambtelijke ondersteuning bij meneer Van Leeuwen. U wordt gevraagd om de eerste bestuursrapportage over 2018 vast te stellen. En die bevat de voortgang van de uitvoering van het beleid en geeft mogelijkheid voor de raad om bij te sturen. En daarbij hoort ook de begrotingswijziging, die moet worden vastgesteld. Er is gelegenheid geweest om technische vragen te stellen en de beantwoording daarvan zijn ook op het raadsinformatiesysteem geplaatst afgelopen donderdag. Ik stel voor in twee ronden ook dit agendapunt te behandelen, uw vragen. En daarna wil ik graag uw opinie horen. Wie kan ik het woord geven om de vragen te stellen? Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Vooraf, ik moet even zeggen, ik heb de technische vragen heb ik nog niet gezien. De antwoorden daarop, dus met het gevaar dat ik nu vragen stel die ook daarin staan. Vooraf, excuus daarvoor, dan hoor ik dat wel. Als eerste, wat ons opvalt. Wij zien een tekort ontstaan. En het zijn weliswaar incidentele resultaten die we zien. Maar goed, het is tekort waar we mee te maken hebben. De vraag die wij hierover hebben is, zijn er maatregelen mogelijk om dit tekort te verminderen en om meer in controle te komen? We krijgen het idee dat het ons nu overkomt en dat er geen maatregelen worden genomen. Het tekort wat nu wordt gepresenteerd werkt ook door in de jaren 2019 en later. Het gaat hier eigenlijk dan om structurele uitgaven. Voor de komende jaren zal er dus ergens misschien wel gesneden moeten worden om een sluitende begroting te krijgen. Zien we dit verkeerd of kijkt u er anders naar? Want op deze manier is het resultaat wel heel erg snel op als ik kijk naar onze algemene reserve, als daar telkens uitgehaald moet gaan worden. Dan heb ik even een vraag over de hondenbelasting. U geeft aan dat het GLBT nog onderzoek doet. En onze vraag is, waarna gaat het GLBT nog onderzoek doen? Na de dalende trend, daar valt dan niet zoveel onderzoek aan te gaan doen. Vervolgens hebben we nog een vraag over het bedrijfsinformatieplan. Dit plan kost 35.000 euro.
Dit is waarschijnlijk exclusief de uitvoering van dit plan. Klopt dit? Want dan de kosten die daaruit voortvloeien, zijn die dan ook straks meegenomen in de perspectiefnota die we straks krijgen. Dan over de SW-loonkosten. Als er sprake is van een afname van het aantal SW'ers, zo staat het in de stukken, dan heeft dit toch positief invloed op het resultaat. Je hebt dan minder loonkosten. Of zie ik dat verkeerd? Even kijken, dan heb ik nog een vraag ook over de loonkosten SW die stijgen met een ton door de nieuwe cao-afspraken. We hebben even nagekeken, want dat begrijp ik namelijk niet. De huidige cao die loopt van 2015 tot en met 31 december 2018. En de nieuwe cao-afspraken gaan dus pas in 2019. Waarom zijn die dan van invloed op het resultaat waar we nu naar kijken naar 2018? En tot slot nog een vraag over maatwerk dienstverlening 18-PGB. Is dit bedrag niet structureel in plaats van incidenteel? Of is dit de aanpassing voor 2018 en is dit bedrag vanaf 2019 structureel meegenomen? Tot zover onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wel veel technische vragen die echt van tevoren beantwoord hadden kunnen worden. En daarvoor wil ik u vragen dat in de toekomst te voorkomen door ze ook technisch te stellen. Wie kan ik de... Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat mijn eerste vraag gelijk een belangrijke is, omdat dat ook de trend zet als je kijkt naar de vragen die anderen zouden kunnen stellen. Want wat ik toch wel heel essentieel vind aan deze bestuursrapportage is dat wij de mijncirculaire hier nog niet in verwerkt hebben. Niet kennen, dat wordt ook terecht aangegeven, want die is afgelopen vrijdag pas openbaar geworden. Dus je zou er nu zelf aan kunnen rekenen, heb ik dan ook even gedaan. Maar dat ga ik hier niet delen, want dat is een taak voor het college. Het betekent wel dat het bestuursrapportage geeft ons heel actueel een aantal minnen aan. Zeg ik maar even, ook een aantal plussen, maar ja, we gaan het hier toch een beetje over die minnen hebben, ben ik bang. Maar er komen ook een aantal plussen aan, laten we daar ook heel helder over zijn. Misschien wel binnen dezelfde domeinen. Wat ik wel interessant vind, is zeker naar de toekomst toe, want we hebben nu de bestuursrapportage, daar kunnen we dat niet meer bij repareren, in ieder geval niet voor deze commissie. Misschien wel voor de raad. Misschien zou het fijn zijn als we in ieder geval de doorwerking van de mijncirculaire daar erbij hebben. Als een soort, mag voor mij ernaast hoor, of een kleine, het gaat bijvoorbeeld om de uitkering van het gemeentefonds, waar toch een verandering in zit. Maar mijn meest belangrijke vraag is eigenlijk, ook de perspectiefnota is natuurlijk al te vinden online. En heeft het daar nog effect op? En als het dat effect heeft, is er nog een mogelijkheid om het ook voor de perspectiefnota wel op tafel te hebben? Want zeker daar, als je gaat zeggen, we gaan voor meerdere jaren met elkaar besluiten nemen, dan wil ik wel ook over die informatie beschikken. Dus dat zijn de twee belangrijkste, ik hoop niet technische vragen. En ik heb nog één inhoudelijke vraag over de bestuursrapportage. En dat gaat over er wordt in de rapportage een aantal kleinschalige infrastructurele projecten genoemd, waar middelen voor zijn. En wij waren benieuwd of daar al concrete locaties voor op het oog zijn. Dank u wel, voorzitter. Om al antwoord te geven op uw vraag, bij de perspectiefnota zit een toezegging dat de mijncirculaire wordt toegelicht en doorgerekend, wat ik begrepen heb. Wie heeft nog meer vragen? Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u, voorzitter. Ik heb een viertal vragen. De eerste is eigenlijk een beetje een constatering. Als antwoord op onze vraag, technische vraag om de analyse in zaken jeugdhulp, schrijft u dat u daar bij de perspectiefnota mee komt. Nou is dat precies wat we graag wilden. Maar uit uw antwoord begrijpen we ook dat dit een verschrijving is en dat we de analyse op z'n vroegst bij de tweede bestuursrapportage in oktober kunnen verwachten. Klopt dit? Vraag 2. In deze rapportage lezen we herhaaldelijk en veel vaker dan vorige rapportages dat er geen rekening is gehouden met sommige kosten, zeker 6 maal. En dat dat hersteld gaat worden. Heeft dit te maken met het aanstellen van de controller en dat deze aanstelling een positieve is? Vraag 3. Post vrij besteedbaar in het sociaal domein is leeg. Komt u hierop terug in de analyse over de jeugdhulp die we in het najaar ontvangen? Tevens is het de vraag bij de ontschotting van de middelen voor het sociaal domein volgend jaar, hoe we hiermee omgaan.
Blijft er een reserve vrij besteedbaar voor het sociaal domein? Dan vraag 4, en misschien wat cru gesteld. Dalfsen is in de loop van 2017 tot een nadeelgemeente gaan behoren voor wat betreft de jeugdhulp. U komt hiervoor met een analyse. Wij willen vooropstellen, en dat hebben we al vaker gesteld, dat niemand tussen de wal en het schip mag vallen. Maar wilt u in analyse ook onderzoeken of het opnieuw instellen van een indicatiecommissie soelaas kan brengen? Nu koopt u zorg in bij behandelde instanties. Het is misschien, ik heb het al gezegd, cru gesteld, maar ons begrijpt het gevoel, de slager keurt zijn eigen vlees. Graag een reactie hierop. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. CDA-fractie heeft 2 vragen. De eerste vraag betreft de fontein, jaarlijks onderhoud €8.000. In de beantwoording van de technische vragen staat dat deze niet is gehonoreerd tijdens de perspectiefnota. Kan de wethouder hier meer duidelijkheid over geven? En aansluitend aan dit onderwerp nog de vraag, zijn er meer kunstwerken met zoveel onderhoudskosten? De tweede vraag gaat over beschermingsbewind. Er zijn steeds meer inwoners die hier gebruik van maken. Wij lezen dat de tarieven vaststaan. Heeft de wethouder nagedacht om te onderzoeken naar preventie aan de voorkant, zodat beschermingsbewind misschien minder nodig is? Tot zover. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Schrijver, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is altijd de neiging om bij een tekort te denken aan een negatief effect. Maar ik zou ook aandacht willen vragen voor de kansen dat achter deze tekorten ook nog een positieve dimensie zit. Achter geld zitten namelijk altijd mensen en in dit geval zijn de mensen mee geholpen. Een argument voor de transitie was namelijk dat gemeenten beter weten waar welke hulp nodig is dan vanuit centrale hulp. En om die analyse in dit najaar te kunnen maken, zal er ongetwijfeld gebruik gemaakt worden van data, gegevens, etc. die de gemeente eigenlijk nu al wel heeft. Ik heb dus niet een technische vraag, maar meer een gewetensvraag. Is er al enig zicht op indicaties waarin het tekort op de jeugdzorg waarschijnlijk ontstaat? Komt dat omdat er meer mensen worden geholpen? Of worden mensen beter geholpen? Of zijn er overgangskosten omdat er voor de transitie mensen tussen de wal en het schip vielen? Dank u wel, meneer Schrijver. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen. Allereerst, meerdere partijen hebben gevraagd naar de stand van zaken op het gebied van de jeugdzorg. De vragen waren met name gericht van wat zijn de cijfers van de eerste 4 maanden van dit jaar? En daar komt geen antwoord op. En onze vraag is van waarom kan het college hierop geen antwoord geven? Het tweede punt sluit enigszins aan bij de fonteinvraag van het CDA. Ja, je laat je iPad ervan vallen. Dat gaat over de investeringen en effecten op beheer. Dat hebben we al vaker meegemaakt, dat er blijkbaar wel geïnvesteerd wordt, maar dat er geen beheer- en onderhoudskosten worden voorzien. En deze keer is het in ieder geval ook weer de fontein. Wat gaat het college doen om dit terugkerende probleem aan te pakken? En klopt het dat de €100.000 die over is van het fietspad de Oude Oever weer teruggaat met de algemene reserve vrij besteedbaar? En dan tenslotte eigenlijk misschien wel de overkoepelende vraag van wat vindt het college zelf van de inhoud van deze bestuursrapportage, namelijk een tekort van 1,1 miljoen. En wat gaat het college doen om in de tweede bestuursrapportage het nu verwachte tekort naar beneden toe bij te stellen? En wat de ChristenUnie betreft niet de bedoeling om te bezuinigen in het sociale domein, maar waar dan wel? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Volgens mij zijn de vragen gesteld. Meneer Van Leeuwen is nog driftig aan het schrijven. Mag ik u het woord geven, meneer Van Leeuwen, als u zover bent? Ja, ik hoop wel dat mevrouw Van de Hoek mij af en toe mag aanvullen, want ik kan niet alles beantwoorden. Zeker de eerste vragen stellen, de heer Veldhuis, die stelt er een stel waarvan ik denk dat die schriftelijk afgehandeld zullen moeten gaan worden, dan wel al afgehandeld hadden kunnen worden. De eerste vraag, tekort. Zijn er maatregelen om de tekorten te verkleinen? Die is eigenlijk analoog aan wat de heer Nijkamp stelt. En dan zegt u, en daar maak ik bezwaar tegen, en meer in controle te komen.
Juist doordat we in controle zijn, kan ik u dit rapporteren. U stelt ook een vraag, moet er, aangezien er een aantal structurele doorwerkende verhogingen zijn, moet er gesneden gaan worden voor een sluitende begroting. Nou, degenen die al met een schuin oog gekeken hebben naar de perspectiefnota, die kunnen dat met een ja beantwoorden. Echter, en dan kom ik bij de heer Broeren. De meicirculaire lag vanmorgen bij ons en daar zijn een aantal effecten van die nog doorgerekend moeten worden. Dat is vrij gecompliceerd. En u heeft de effecten wel op tafel bij de behandeling van de perspectiefnota, maar ze worden niet verwerkt in de perspectiefnota. Dat kan ook niet, maar ze zullen verwerkt worden in de begroting, omdat de perspectiefnota er namelijk al ligt. De SW-loonkosten. Als er minder SW'ers komen, dan betekent dat toch dat u ook minder uitgeeft. Ja en nee. Want de SW heeft een CAO die in den lande wel eens wordt genoemd een CAO met een gouden randje. Dus daar zit een behoorlijke plus op. En iedere keer dat je een jaar ouder wordt, zal er ook wat veranderen in je beloning. Bovendien zijn er tegelijkertijd met het overdragen van deze mensen naar de gemeente, de verantwoordelijkheid, tegelijkertijd heeft het Rijk gezegd, ja, maar we gaan u ook korten op de uitkering. En het Rijk heeft gerekend met een afname van ongeveer 5 à 5,5% per jaar. En de realiteit ligt op 4%. Dus nee, je gaat wel minder betalen, maar je krijgt ook nog minder van het Rijk. Dan staat er iets over cao-afspraken. Daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien dat mevrouw Van der Hoek dat kan. En een bedrijfsinformatieplan heb ik ook geen idee van. En maatwerkdienstverlening, 18 min, kijk ik even naar mijn buurman, die zal dat zo oppakken. Dan had de heer Broeren een tweede vraag. Het lukte me niet om die zo snel mee te schrijven. Kleinschalige infrastructurele maatregelen, daar had u het over. En wat was de vraag, alstublieft? De vraag was welke locaties we daaronder moeten verstaan, of die al bekend zijn. Dan kijk ik ook even naar mevrouw Van der Hoek. Weten we niet, dat moeten we nazoeken. Nou, als u dat straks even aangeeft, dan gaan wij daarop reageren. Gemeentebelangen, de heer Koerkamp, Kleine Koerkamp, analyse jeugdzorg. Pas bij de tweede bestuursrapportage, dat klopt, het was een verschrijving, dan krijgt u hem pas. U veronderstelt, of u legt mij woorden in de mond, dat de aanstelling van een controller een positief effect heeft. En ik kan volmondig ja beantwoorden. Dat klopt. Daar ben ik heel erg blij mee, want daar komen een aantal zaken naar voren die we nu netjes in de begroting kunnen gaan verwerken. Dan heeft u een vraag over het vrij besteedbaar van het sociaal domein. Daar gaat de heer Uitslag zo op in. Evenals het jeugdhulp mogelijk opnieuw instellen van de indicatiecommissie en het keuren van eigen vlees. Mevrouw Rameman, de fontein, 8000 euro. Waarom hebben we dat niet eerder gedaan? De fontein is vorig jaar opgeleverd en vorig jaar waren daar dus nog geen onderhoudskosten voor. Onderhoud en beheer. Inmiddels hebben we gemerkt dat er toch wat gevoelige punten zijn. Want als de bladeren van de bomen vallen, dan hebben we echt een probleem. Dus daar moet een oplossing voor gezocht gaan worden. Is men ook druk mee bezig. En de afdeling heeft aangegeven dat zij verwachten rond de 8000 euro nodig te hebben voor onderhoud en beheer. Dat hadden ze vorig jaar ook al aangegeven, maar we hebben dat vorig jaar nog niet gehonoreerd. Omdat we vorig jaar sowieso al in een problematiek zaten van daar heeft u zelf ook een steentje aan bijgedragen.
van snijden in de begroting. Nou, het komt er nu naar voren dat het wel degelijk noodzakelijk is. Zijn er meer kunstwerken zo duur? Er staat er eentje in Lemelenveld. En die is tegenwoordig zonder water. Want als die met water was, dan was die zeker 2 à 3 keer zo duur geweest voor onderhoud en beheer. Dus ja, kunstwerken die vragen ook nog wel eens nog wat meer. Sorry? De Driepuntsbrug is ook zo'n voorbeeld, ja. D66, is er al enig inzicht op de indicatie van de extra kosten jeugdzorg? Een eerste globale, maar dat is even eroverheen gekeken, laat zien dat het 2 extreme gevallen zijn die langdurige opname hebben vereist, waardoor we zo fors in de min schieten. En op het moment dat deze mensen 18 zijn, is dat probleem opgelost voor de gemeente, niet voor die mensen zelf. Maar dan hoeven wij dat niet meer te betalen. Maar dat is even een eerste, dat is niet alles, hè? Dat is even een eerste, maar dat zijn 2 hele grote forse posten. De stand van zaken, eerste 4 maanden jeugdzorg nog niet bekend, daar kan de heer Uitslag wel iets over zeggen. Klopt het dat de 100.000 euro die over is gebleven op het fietspad naar de algemene reserve vrij besteedbaar gaat? Nee, dat klopt niet. Want we hebben ook een provinciale subsidie ontvangen en dat moet verrekend worden. Dus er gaat minder. We hebben een provinciale subsidie gekregen op het totale bedrag. Dus na vanand wordt dit in mindering gebracht op die 100.000. Dan had u het over investeringen. En dan vervolgens dat er geen rekening wordt gehouden met onderhoud. U vindt het een repeterende breuk, als ik u vrij mag vertalen. Ik ben het niet helemaal met u eens. Er zijn inderdaad op een aantal plekken zijn daar fouten gemaakt. De fontein is een bewuste keuze geweest. Dat wil ik even op wijzen. Dat hebben we expres gedaan om de begroting sluitend te krijgen. En op dit moment is het zo dat er wordt, voor zover ik het kan volgen, standaard gekeken als we gaan investeren, wanneer begint dan de afschrijving of wanneer beginnen we dan met onderhoud. En meestal is dat 1 à 2 jaar later. Wat vindt het college van de bestuursrapportage? Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik het een hele mooie, heldere, duidelijke bestuursrapportage. We kunnen niet blij zijn met wat eruit komt, maar volgens mij brengt die wel uitstekend in beeld hoe we ervoor staan. En wat gaat het college doen om bij te stellen? Nou, allereerst, die analyse die is echt essentieel van het tekort in de jeugdzorg. Want als u die eraf haalt, dan is het nog maar een gering tekort. En ik wil toch ook eens even kijken, dan zijn de heer Broeren en ik het volledig met elkaar eens, welke gevolgen heeft de meiscirculaire? Want daar zitten ook een aantal positieve zaken in voor de gemeente. En wellicht valt het verhaal dan mee. Dus ik wil eerst daar de resultaten van zien voordat we actie gaan ondernemen. Dan zijn er nog wat vragen overgebleven, mevrouw de voorzitter, voor de heer Uitslag en ik denk ook voor mevrouw Van der Hoek. Meneer Uitslag, mag ik u eerst het woord geven? Dank u, voorzitter. Ja, eigenlijk zijn een heleboel vragen samen te vatten onder het kopje jeugdzorg en de overschrijding op het budget, waar we ook niet zo heel lang geleden nog uitgebreid over gesproken hebben. En dat varieert een beetje van waarom zijn de cijfers nog niet bekend, tot wat D60 probeert om toch al een voorzichtige conclusie te krijgen. En daar ga ik toch echt hetzelfde antwoord geven als vorige keer. Ik ga eerst een goede analyse doen voordat ik u antwoorden geef. Want anders gaan we met elkaar uit de heup schietend oplossingen verzinnen. Die, ben ik bang voor, misschien wel eens het verkeerde doel raken. De kwartaalrapportage, die hebben altijd pas
rond juni, mei, juni beschikbaar. En dan praat je over de eerste 3 maanden. Dus in 4 maanden, dat is ook geen periodiek waar we normaal gesproken rapportage over krijgen. En we hebben een service team jeugd, een regionaal service team jeugd. En daar afgesproken dat ze per kwartaal daar informatie over krijgen. Dus we gaan niet nog een keer met een extra maand nieuwe informatie geven of zo. Ik denk dat we elkaar het al druk genoeg hebben om de juiste analyse te maken. En dat we nog een keer nieuwe informatie gaan toevoegen. Voorzitter, mag ik even een verduidelijking op dit punt? De wethouder geeft aan dat er kwartaalrapportages zijn in het sociale domein. Dat zou betekenen dat je dan op 1 april de cijfers hebt van, in principe, van het eerste kwartaal. Nee, u heeft gelijk dat het eerste kwartaal tot 1 april gaat. Ja. Maar dat is wel anders dan dat je gelijk de cijfers hebt. We hebben hier ook niet zo heel lang geleden gesproken over de jaarrekening. En dat was niet, het was stand van zaken in december. En daar hadden we niet in december hier in de gemeenteraad liggen. Okay. U weet, denk ik ook wel, dat er enige verwerkingstijd overheen gaat. En zeker in de complexe structuur zoals de jeugdzorg toch is, dat hebben we met elkaar zo bedacht. Ja. Maar het betekent dus, even voor de scherpte, dat in deze bestuursrapportage die tot 1 mei loopt, dat we geen cijfers hebben van het sociaal domein. Terwijl daar wel verreweg de grootste uitdaging ligt. Ik weet niet of u dezelfde voor u heeft liggen als ik, maar daar staan nog een paar nadelen genoemd. Sterker nog, ik heb een aantal collega's vragen horen stellen over de tekorten. Dus er staan stevige tekorten in. En die zou ik niet niks willen noemen. En dan praten we over 8-9 ton. Dat is ook precies waar het punt zit. In de rapportage zelf wordt er slechts aangegeven van de lijn zal zich wel voortzetten. Wij vroegen er nou van, kun je met cijfers in ieder geval aantonen dat die lijn zich doorzet? Als u zegt van nou, daar heb ik geen cijfers voor nodig, dan weet ik gewoon. Oké, dan is dat het antwoord. Maar we hadden gevraagd naar cijfers, maar die zijn er dan blijkbaar nog niet. Dat is dan de conclusie. Ja, maar ik ben bang dat we de discussie gaan herhalen van niet zo heel lang geleden. We zijn bezig met analyse. Geef ons alsjeblieft de tijd om de analyse goed te doen. En dan krijgt u echt cijfers waar iedereen horen dol van zou kunnen worden. Maar laten we niet met elkaar in de verleiding stappen dat we alle cijfers willen hebben en dan vervolgens zelf allemaal analyses gaan doen. En vervolgens daarmee elkaar hartstikke druk maken, terwijl we de zorg die dan toch ook geleverd moet worden, misschien wel ondergeschikt maken. De maatregelen die we moeten nemen, die kan ik pas nemen als de analyse er is. Alle informatie die ik u vooraf naar u moet toe komen of extra analyse moet gaan doen, schort dat alleen maar op. We hebben vorige keer uitdrukkelijk gesproken over de snelheid van die analyse. Ik zit er bovenop. Ik heb daar wel aan verwachtingsmanagement gedaan. Terecht ook de constatering van de verschrijving. Bij de begroting moet die er ook echt zijn. Nou, want dan kunnen we ook verder kijken. Ik zei vorige keer tot het einde van het jaar. Nou, u kunt wel zien hoeveel ruimte daar alweer afgegaan is. Maar ik ga u nu geen getallen noemen. Er staan hier getallen in de bestuursrapportage. Perspectiefnota staan weer getallen in. Duidelijke getallen in. Die geven een duidelijk beeld over de misschien toch wel ongewenste financiële lijn die erin zit. En we zijn er alles aan doen om dat bij te buigen of niet. Maar voor we dat kunnen doen, moet u eerst duidelijkheid hebben. Dus ook gelijk de vraag op het antwoord op de vraag van is maatwerk PGB, is dat institutioneel of structureel? In die zin lijkt het structureel te zijn dat wij de kosten van jeugdhulp, jeugdzorg, dat die toenemen. Maar of het nou ligt aan het ene potje of het andere potje, daar gaat de analyse niet juist over. En ook de maatregelen die daar weer uit voortkomen. Want eerlijk gezegd, voorzitter, het zit me niet helemaal dat de kosten zo structureel toenemen. Dus daar gaan we wel van alles aan doen. Zoals mijn collega net ook al aangaf terecht. De minister Claire is er even op geantwoord volgens mij. De post vrij besteedbaar sociaal domein. Dat is was een klein postje binnen het enorme domein. We hebben eens een keer opnieuw naar de begroting gekeken en er zitten allemaal deelpostjes in. En is een keer meer opnieuw gekeken met de kennis van nu. Is dit bedrag goed? En dan zie je dat het ene wat ruimte zit en het andere zit fors tekort. Dus dat niveleer je dan met elkaar. En er is nog een heel klein bedrag, een relatief klein bedrag tussen. En we hebben gezegd, toen was het goed om even te hebben, want er komen nog meer fluctuaties. We hebben nu ook gezegd, die moeten gewoon weg. Want anders krijgen we straks nog een keer ergens uit de hoge hoed een klein bedrag, alsof ik dat in een contract zou hebben zitten en altijd heb verzwegen. Dat willen we niet hebben. Ik hou van openheid en transparantie.
opnieuw een indicatiecommissie betrekken. Klinkt aantrekkelijk. We zijn met een heel nieuw inkoopmodel aan het ontwikkelen, waarmee indicatie niet zozeer het belangrijk meer is, maar meer wat nu gebeurt is dat mensen maar kunnen blijven factureren totdat ze zeggen het patiënt is genezen of niet. In het nieuwe systeem krijgen ze een vergoeding per patiënt om de indicatie die dus ook hier gedaan is voor een groot deel, zodat we daar ook veel meer product en resultaat kunnen sturen in plaats van op onduidelijkheid van wanneer komen de facturen en wanneer eindigen ze. Er zit een ander systeem achter. Dat is van tevoren goed over nagedacht. Ze hebben de jeugd aan het doen. We zijn er druk aan het nadenken om dat ook bij de WMO te betrekken. Zodat we daarmee veel meer grip krijgen op de producten die geleverd worden. De zorg die geleverd wordt. Dan om het uurtje, factuurtje wat misschien wel administratief handig lijkt. Maar eigenlijk afleidt van de inhoud. Dus we gaan veel meer op resultaat zitten. En dan is indicatiecommissie wellicht een goede oplossing geweest voor het oude systeem. Ik ga opnieuw bekijken of die toch ergens binnen kan komen. Om toch ergens kunnen betrekken waar we juist wel de analyse gedaan wordt, indicatie gedaan wordt door de zorgverlener zelf. Want eerlijk gezegd, ik hou ervan als de slager zijn eigen vlees keurt. Dat vind ik nogal plezierig. Maar ik vind het ook fijn als er nog een controle overheen plaatsvindt. Want je moet ook niet denken dat er een slager uw vlees aanbiedt wat hij zelf nog naar gekeken heeft. Volgens mij heb ik ongeveer alles gehad. Voorzitter. Preventie, beschermingsbewind. Ja, zoals u in de krant heeft kunnen lezen, daar zijn we er ook echt mee bezig. We hebben eind vorig jaar het nood tot 18 iedereen door mee vastgesteld. Er zat ook van mensen die bijna 18 worden, er zat ook zo'n boekje van Nibud bij. Dat we beschikbaar stellen om ook mensen bewust te maken van de uitgaven. Er zit ook een heleboel handreikingen erbij. Een paar waarschuwingen van let op wat voor kosten komen er op je af. Dus we zijn er al mee begonnen. En de beleidsnota van 18 en ouder, minimabeleid, zal het ook zeker een aandacht krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Heb ik voor mevrouw Van den Hoek nog. Meneer Van Leeuwen steekt vinger op. Ik denk nog twee vragen, of drie. Dat is de vraag over de hondenbelasting. Daar komen we schriftelijk op terug. Dan was er nog de vraag over het INA-plan. Dat is correct, het betreft alleen de kosten van het opstellen van het plan. Die is ook in de technische beantwoording uitgebreid toegelicht. En voor de uitvoering komt het verhaal terug in de perspectiefnota. En dan is er nog de vraag van de heer Broeren over de kleinschalige infrastructurele maatregelen. Daar komen we straks even op terug. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Meneer Van Leeuwen. Ja, de hondenbelasting wilde ik maar nog wat over zeggen, toch? Ga je gang. En de CAO-afspraken, die ligt er nog van de VVD. Het onderzoek hondenbelasting, dat is op mijn verzoek gaat dat gebeuren. Want volgens gegevens van GBLT zouden er 30% minder honden zijn in de gemeente Dalfsen. Dat is niet mijn waarneming. Dat betekent dat ze gaan kijken in hun manier van belastingoplegging of dat het wel klopt of niet. Een soortgelijk iets hebben we vorig jaar gedaan op verzoek van de heer Uitslag. Want toen bleek er ineens veel minder overnachtingen in Dalfsen te zijn, terwijl het in de omgeving steeg. En toen was verzuimd om de ondernemer op Gerner aan te slaan. Dus dat was in één keer een forse meevaller. Dus we moeten gewoon even kijken van nou, wat klopt dit wel of is er misschien toch iets misgegaan. Dat is de toelichting, meneer Veldhuis. Meneer Veldhuis is, want de toezegging was gedaan door mevrouw Van den Hoek, maar dat wordt hiermee ingetrokken. Dank u wel voor de toelichting op mijn vraag. Ik mis alleen nog de vraag over de, wat was dat, de CAO. Is die te beantwoorden, mevrouw Van den Hoek? Dat doen we ook schriftelijk. Dank u wel. Meneer Veldhuis, nog meer naar aanleiding van de beantwoording. Mevrouw Rameman, CDA.
Ik wil nog wel even reageren op de fontein. Ik wil het niet te groot maken, maar er wordt een beetje flauw gedaan over een Romeo en Julia in Leemeveld. Maar die is niet verplaatst en er is geen water meer gekomen omdat dat te duur was. Dus. En dan nog, denk ik, ik wil even afmaken. Als een kunstwerk onderhoud 16.000 euro kost per jaar, dan vind ik dat nog wel een discussie waard voor de toekomst. Ik ken nog een heel mooi kunstwerk, hebben we gratis gekregen, het geluidskunstwerk. Moet regelmatig gerepareerd worden. Dus nee, er zijn een aantal kunstwerken die gewoon kosten met zich meebrengen. Het was echt niet flauw bedoeld, de opmerking over Romeo en Julia, maar dat was alleen om aan te geven dat, en tot mijn verdriet is het inderdaad nog steeds niet verplaatst. Daar zullen we toch ook weer achterheen moeten, achter onze Vlaamse kunstenaar. Het was alleen om aan te geven dat daar soms forse lasten bij zitten. En mijn indruk is dat als er sprake is van water in een kunstwerk, dat die structureel toenemen. Dank u wel voor de reactie. Zijn er nog meer reacties op de beantwoording? Dan hoor ik graag nu uw opinie. Mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de eerste bestuursrapportage 2018. Het betreft een goed leesbare rapportage welke snel een beeld geeft over de stand van zaken op dit moment. De achterstanden die er zijn in de voortgang zijn goed toegelicht. Tijdens de bespreking van de jaarrekening enkele weken geleden is er al een winstwaarschuwing gedaan in zaken de grote stijging van de lasten op jeugdzorg. Hier wordt een uitgebreide analyse naar gedaan. Rapportage ontvangen wij na de zomer. Die zien we dan ook graag. De CDA-fractie ondersteunt het onderzoek naar de participatie van inwoners bij integraal beheer openbare ruimte. Het zou mooi zijn als onze inwoners een klein stukje gaan bijdragen aan onze mooie groene gemeente om onze lasten daardoor zo laag mogelijk te houden. Met betrekking tot beschermingsbewind. Het is goed om te horen van de wethouder dat hier aandacht voor is en dat hier aan preventie wordt gewerkt. Voorzitter, het tekort bij jeugdzorg baart ons zorgen. Dit hebben we al eerder geuit. We wachten de analyse af. Meer kunnen we op dit moment niet doen. Als we dit tekort uit de rapportage halen, dan zijn de overige verschillen minimaal en acceptabel. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de reeds ontvangen meicirculaire. De CDA-fractie wil nog benadrukken dat we onderhoudskosten van die kunstwerken dus wel erg hoog vinden en dat we daar in de toekomst goed naar moeten kijken. Tot zover gaan wij nu aan de slag met de perspectiefnota om weer nieuwe keuzes te maken, passend bij de richting die wij als CDA-fractie willen volgen. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Bijt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook namens onze fractie dank voor het opleveren van de eerste bestuursrapportage over 2018. Ook volgens ons een duidelijk leesbaar stuk met de methodiek die we de afgelopen jaren sterk verbeterd hebben zien worden. Over het algemeen kunnen we concluderen dat het overgrote deel van de opgaves waar we als gemeente voor staan, die we het afgelopen jaar benoemd hebben in de perspectiefnota, goed worden uitgevoerd. De rapportage laat maar enkele onderwerpen zien waar het ons nog niet lukt om aan de doelstelling te voldoen. Van de 71 staan er maar 3 op rood. Echter, soms, en dan praat ik even als leek, als raadslid, vinden we het wel moeilijk om te beoordelen of een prestatie nou werkelijk ook inhoudelijk goed op schema ligt, als die groen is. Om dat wat scherper te stellen, volgens mij is er ook nog iets als groen en groen. En dat is soms best lastig. Maar alle begrip daarvoor. Een aantal punten die ons opvallen. De eerste, nou, hij is veel gedeeld, de jeugdzorg. Wij delen de opvatting van het college dat dit een zorgelijke ontwikkeling is, maar, en daarmee wil ik al graag verwijzen naar de uitstekende bijdrage die de heer Schrijver net had. Wat ons betreft wil financieel iets niet zeggen dat er ook iets anders fout gaat. En dat is een hele belangrijke die ook het college ook zojuist weer aangaf, wij willen vooral weten waar het hem zit. Dus de analyse, daar zijn we gewoon heel erg geïnteresseerd in. En wij willen ook het college die tijd geven om die analyse goed te maken, zodat we met elkaar daar ook de goede afwegingen kunnen maken. Dan eentje over de bestuurlijke vernieuwing, want daar staat wel ook iets in, en die is rood. Onder bestuurlijke vernieuwing wordt gesteld dat dit onderwerp uitstel behoeft in verband met het aantreden van een nieuwe burgemeester. Nou, dat deel van burgerparticipatie en het opschuiven van dat deel snappen wij. Maar in de toelichting staat dat dit vooral een onderwerp is voor presidium en griffie.
Maar volgens mij willen we als gehele gemeente een slag maken als het gaat om het verbeteren van de overheidsparticipatie. En hierbij is het toch echt primair het college en niet de raad aan zet. En daar lezen we verder niets over, de vorderingen daarop, in de bestuursrapportage. En dat vinden we wel wat jammer. Dan lijkt er een stevige voortgang te zitten in het creëren van veilige fietsroutes tussen Dalfsen en Zwolle. En er wordt al genoemd dat er een ontwerpfase bezig is en dat er weldra een resultaat te verwachten valt. Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat en we willen het college complimenteren met het voortvarend oppakken van dit onderwerp. Afrondend, lastig om een oordeel te hebben over de prestaties waar de grootste financiële problemen zitten, want we weten eigenlijk niet waar we het over hebben. Laten we wel zijn, tenminste, wij niet. En dus wachten wij graag de analyses die daar aan de grond zal liggen af. En we zullen dan hier weer bespreken met elkaar in de raad. Dank u wel. En daarmee gaat u wel akkoord met deze rapportage. Ja, dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, dank voor de eerste bestuursrapportage. Zoals de anderen ook al gezegd hebben, hij is duidelijk leesbaar. Deze opzet maakt het makkelijker om de focus te leggen op de problemen. Aan de ene kant is dat ook wel iets waar je voor uit moet kijken, want daardoor lijkt het alsof het alleen maar slecht gaat. De dingen die goed gaan, die zien we dus veel lastiger. Maar goed, als wij kijken naar deze eerste bestuursrapportage, maken we ons wel zorgen. En dan hebben we het vooral over zorgen over de financiële positie van onze gemeente en de jeugdzorg in het bijzonder. We streven er namelijk af op een fors tekort. Het is incidenteel wat we nu zien. Dat wel, maar we vragen ons wel af of dit niet meer een structureel karakter heeft. Maar we moeten natuurlijk ook nog wachten, wat de wethouder ook terecht zegt, op de mei-circulaire. Dus is het lastig om hier dan nu conclusies uit te trekken, omdat we niet een compleet beeld hebben. Aangezien we de analyse niet hebben van de jeugdzorg. En daar zitten inderdaad de grootste tekorten. Onze vraag is dan ook, wat moeten we hier nou mee? Het is heel lastig om hier een oordeel over te geven, want ik kan het gewoon niet duiden. We krijgen deze duidelijkheid, wanneer weten we nog niet, maar dat zal dan later dit jaar plaatsvinden. En tot die tijd zullen we het hiermee moeten doen. We moeten natuurlijk wel goed kijken bij de perspectiefnota of we maatregelen moeten nemen en waar we deze dan zullen moeten nemen. Tot slot nog even een opmerking over wat wij bedoelen met beter in controle komen. We hebben soms het idee dat dingen ons overkomen terwijl we dit in de... volgens ons in de begroting al terug kunnen zien komen. Een voorbeeld is in deze bestuursrapportage de upgrade naar SharePoint die genoemd wordt. Het is weliswaar een klein bedrag, maar het is iets wat volgens mij aan de voorkant al bekend is op het moment dat je gaat bezig bent met de begroting. Voor de rest gaan wij akkoord met de eerste bestuursrapportage en daar blijven wij. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de eerste bestuursrapportage 2018. Compacter dan voorgaande jaren, conform het verzoek van de Raad. Verder is het goed te lezen dat u qua voortgang van de afgesproken prestaties op schema ligt. Uw uitleg over de twee prestaties die niet gehaald zijn, begrijpen we en zien die in 2019 tegemoet. Wat betreft het instellen van de klantenpanel toekomstgericht welzijnsbeleid zien wij uw informatie op korte termijn tegemoet, mede omdat de totaalraad burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. We zien een compact verslag van uw inspanningen over de eerste 4 maanden, waar we vooral blij mee zijn. Vooral omdat ook de perspectiefnota al verschenen is en we daar verschillende structurele zaken die in deze bestuursrapportage naar voren komen, weer terugkomen. En dan hebben we het toch al over 20 punten. En die dan ook in de perspectiefnota gaan behandelen. Daarom dat we in deze opinie 2 zaken nader kort toe willen lichten. Ten eerste het INA-beleid. We hechten hieraan veel waarde. Niets voor niets hebben we in de laatste commissievergadering verzocht om behandeling in de raad van uw mededeling dat u de intentie hebt getekend dat we ons gaan aansluiten bij het CCS Shared Service Center. We zien deze behandeling met belangstelling verschijnen aangezien dit een onderdeel is van het INA-beleid. Ten tweede, de grote structurele tekort op de jeugdzorg. U komt met een analyse wat wij toejuichen. Als we het goed doen is dat mooi. Maar uit verschillende gesprekken die ik de afgelopen week heb gevoerd met mensen werkzaam in de jeugdzorg, kunnen we ons niet aan het gevoel onttrekken dat er aan de kostenkant nogal wat gedaan kan worden.
zonder dat de mensen daarbij in het nauw komen. Dat mag ook blijken uit onze vraagstelling. Daarbij willen wij nogmaals benadrukken dat wij er moeten zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. Wij willen het college en de ambtenaren bedanken voor deze bestuursrapportage en gaan ermee akkoord. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook wij danken het college voor deze eerste bestuursrapportage. Helder en compact. En het is goed om daar in die zin op deze manier ook vrij kort na afronding van de eerste 4 maanden over te spreken. In het algemeen, en dat is natuurlijk het risico als je de uitzonderingen aangeeft, zien we toch nog wel vrij forse aantallen tekorten. En dan hebben we het niet alleen over die ene grote post van 8 ton, maar ook nog diverse andere posten. En er staat slechts een enkel positief resultaat tegenover. En we zitten ons toch af te vragen van, is dit een trend of hoe moeten we dit beoordelen? En de wethouder zegt van, nou, misschien valt het allemaal straks nog wel mee als het gaat over het effect van de mijnrapportage. Misschien. Dat zou kunnen. Onze vraag blijft dan toch nog wel overeind van, en als dat nou niet meevalt, wat gaan we dan doen? Gaan we ons inspannen om zeker ook op die overige punten daar nog eens even kritisch naar te kijken van, waar kunnen we nog een aantal zaken rechttrekken? Dat is wat ons betreft een serieuze oproep aan het college om er op die manier ook naar te kijken. Wat ons betreft is 1 ding duidelijk. De zorg die gevraagd wordt, die willen wij vooralsnog gewoon leveren. En daar hebben we ook alle reden voor, behalve voor de inwoners. We hebben ook de afgelopen jaren in het kader van de sociale sector hebben we erg veel overschotten gehad. En die hebben we aan de algemene reserve toegevoegd. Dus we kunnen in die zin ook wel wat leiden. De analyse die is toegezegd op de jeugdzorg, die zien wij uiteraard met grote belangstelling tegemoet. Ik begrijp dat de maand augustus een verschuiving is, klopt dat? Nog even voor de waarop de analyse wordt aangeboden. De beschrijving was, er stond perspectiefnota en moest de begroting zijn. De bespreking ten tijde van de begroting. Ja. Maar de vraag is even van, als die analyse er in augustus ligt, want dat staat letterlijk in deze bestuursrapportage, maar is dat de verschrijving? Oké, als dat de verschrijving is, dan hebben we daar geen punt over. Oh, ja, het kan zijn dat het er ligt, maar het ligt hem niet in de raad. Hè? Dus we hebben altijd wat tijd voor nodig hier. Het enige waar wij voor willen waken is dat als het ten tijde van de begroting is, dat het in ieder geval niet direct een onderdeel is van die begroting. Want dit is wel een onderwerp wat wel aparte aandacht vraagt. Dus die zouden we wel heel graag apart geagendeerd willen zien en niet opgesloten in een grote behandeling van de begroting. Dan moeten we toch ook nog constateren dat in het kader van de openbare ruimte, dat we te maken hebben met een risico van minstens 1 ton. Dat is de ombuiging die eind vorig jaar ten tijde van de begroting is doorgevoerd. Maar waarvan we nu lezen dat er eigenlijk nog geen invulling of nog niet de effecten van duidelijk zijn. En natuurlijk verwachten we veel van de inwoners, maar het lijkt ons sterk dat die ton door de inwoners wordt gecompenseerd. Oftewel, ik denk dat we daar toch ook nog wel een aanvullend risico hebben. Kortom, blij dat er een eerste rapportage ligt. Een aantal serieuze acties, hè, die hebben we ook net genoemd. Dus die zien we ook met vertrouwen tegemoet. En dan zullen we daar nader over spreken. En verder zullen we akkoord gaan met de effecten van deze bestuursrapportage. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Nog even ter informatie. In de tekst staat dat de analyse bij de tweede bestuursrapportage wordt aangeleverd. Om de verwarring compleet te maken. Nee, dat is een zeer correcte constatering, voorzitter. Ik wilde daar ook even op ingaan, namelijk. Want ik heb het even met mijn collega Uitslag besproken. Wij zijn met u van oordeel dat de analyse van de cijfers van de jeugdzorg, dat die een aparte behandeling in de raad verdienen. En dat u die niet ergens tussen neus en lippen door gaan jagen, want De zorg die hier uitgesproken is en die ook door het college met u gedeeld wordt, die is helder aanwezig. Dus ons voorstel zal zijn aan de agendacommissie om daar een apart agendapunt van te maken. En als ik met uw toestemming, voorzitter,
Een aantal keren is de jaarrekening gevallen. Vanmorgen is het de goedkeurende verklaring voor RSJ, de opvolger van het BVO, binnengekomen. En daarmee is ook onze jaarrekening goedgekeurd. Dus dat wilde ik u niet onthouden. Dank u wel voor deze aanvullende informatie. En meneer Schrijver, die opinie horen we ook graag. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan het college voor deze zeer goed leesbare eerste bestuursrapportage 2018. Goed om te zien in deze bestuursrapportage dat het lijkt alsof het schip van Dalfsen op koers ligt. Met uitzondering van de financiële averij die we lijken op te lopen qua kosten voor de jeugdzorg. Die averij die wacht op de sleepboot in het najaar om goed in beeld te krijgen wat er moet gebeuren. Uit de media blijkt dat meer gemeenten hiermee kampen. Wij maken ons wel ongerust over dit niet begrote en onverwacht grote tekort. Het is geen ongeduld. Bij het bespreken van de jaarrekening 2017 hebben wij onze zorg ook uitgesproken over de jeugdzorg. Toen ging het juist niet om het geld, maar om de prestatieindicator. Deze financiële golven die over de boeg slaan, kunnen een risico opleveren voor onze koers en daarmee voor het bereiken van ons doel. Ik heb er vertrouwen in op basis van de huidige toelichting van het college, we zijn in controle, dat we ook qua jeugdzorg een veilige haven zullen weten te vinden met een werkende fontein. Bestuurlijke vernieuwing willen we als D66 echter niet uitstellen tot er weer een nieuwe kapitein op de boeg staat. Ik moet even schakelen. In programma 1 bestuur wordt voorgesteld om het geplande traject rond bestuurlijke vernieuwing en participatie uit te stellen tot er een nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. Voor D66 is dit een wezenlijk punt waarin Dalfsen nog goede slagen te maken zijn. D66 is dan ook niet akkoord met uitstel, maar wil gewoon doorgang hiervan in de tweede helft 2018. Desnoods onder begeleiding van een raadswerkgroep, bestuurlijke vernieuwing onder begeleiding van de griffier. Zodra de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, kan deze deelnemen aan het traject. Verder uitstel van bestuurlijke vernieuwing is echter niet gewenst. De heroriëntatie op de toekomst van de bibliotheek volgen wij met grote belangstelling en wij begrijpen dat het nieuwe bibliotheekbeleid hierdoor in 2019 komt. Dus met uitzondering van het uitstel bestuurlijke vernieuwing stemmen wij in met deze eerste bestuursrapportage. Dank u wel, meneer Schrijver. Ik concludeer dat meneer Van Leeuwen twee toezeggingen heeft gedaan. Informatie over kleinschalige infrastructurele maatregelen wordt nog uitgewisseld. En informatie over de geldende CAO, waarin deze zou gelden tot en met 2018 en waarin nu een verhoging wordt voorgesteld in 2018, dat daar verschil in zit. En verder concludeer ik dat de raadscommissie unaniem vindt, met dank aan het ambtelijk apparaat voor de opstelling, dat het een compact en leesbare bestuursrapportage is en dat er veel zorgen zijn om de financiële kant van jeugdzorg. En daarover is denk ik voldoende afgesproken nu. De analyse loopt en zal in de tweede bestuursrapportage ook naar ons toe komen. En we hopen ook dat daarin vanuit de analyse aanbevelingen gedaan kunnen worden om de jeugdzorg in de hand te krijgen. En daarmee concludeer ik dat deze bestuursrapportage unaniem akkoord wordt bevonden door de raadscommissie. En wil ik hem doorleiden naar de raadsvergadering als zodanig. En stel ik nu voor om 2100 een kop koffie. En dan schors ik de vergadering voor een kwartier. Om 9:15 gaan we verder.